Ik krijg veel vragen over wanneer je nou wel en geen BTW moet meenemen in je berekeningen. En daarom heb ik speciaal deze video gemaakt om even daar duidelijkheid in te scheppen. Dus we gaan kijken wanneer wel en wanneer geen BTW meenemen in je berekening. En dan kijken we naar de balans, dan kijken we naar de resultatenrekening of ook wel de winst- en verliesrekening. We kijken naar het liquiditeitsoverzicht en ook nog even naar de afschrijvingen. Als eerste de balans. Bij welke posten komt er nou inclusief BTW op de balans te staan en bij welke neem je de BTW niet mee? Nou, op de meeste balansposten neem je de BTW niet mee. Dus bijvoorbeeld bij de vaste activa, bij de voorraad, dus de vlottende activa, bij het eigen vermogen en bij het langvreemd vermogen, zoals bijvoorbeeld hypothecaire leningen, neem je de BTW niet mee als die er toch op zit. Wat zijn uitzonderingen? De debiteuren, omdat de klanten het bedrag inclusief de BTW aan jou betalen, zijn die debiteuren dus posten waarbij je de BTW wel meeneemt. En bijvoorbeeld de posten ontvangen BTW aan de debetzijde van je balans. Dat is dus de BTW die je van de Belastingdienst ontvangt, omdat jij die BTW aan je leveranciers hebt betaald. Dat bedrag is natuurlijk ook met BTW, want daar gaat het immers over. En dan ook bij kort vreemd vermogen, dus aan de creditkant van de balans, heb je natuurlijk de post crediteuren. Als jij nog aan je leverancier moet betalen, dan betaal je het bedrag inclusief de BTW. Dus bij crediteuren neem je altijd de BTW wel mee. En aan die kant kan je ook de post te betalen BTW zien staan. En dat is dus BTW die je aan de Belastingdienst nog moet betalen, omdat je die BTW van je klanten hebt ontvangen. En dat is dus ook natuurlijk inclusief BTW. Hier zie je dat nog even terug. Dus met name bij de debiteuren neem je de BTW mee. Bij de ontvangen BTW natuurlijk. Bij de crediteuren ook inclusief BTW. En mocht het zo zijn dat klanten bijvoorbeeld of cash aan je betalen, of als jij cash aan leveranciers betaalt, dan is dat natuurlijk ook inclusief BTW. En zo ook met betalingen die klanten op jouw rekening doen of die jij van je rekening betaalt aan je leveranciers. Ook daarin neem je natuurlijk de BTW mee. Dan de BTW op de resultatenrekening. Alle onderdelen op de resultatenrekening zijn exclusief BTW. Dus dat gaat dus om de omzet, de inkoopwaarde van de omzet, de overige variabele kosten en de bedrijfskosten. Alles exclusief BTW. Het liquiditeitsoverzicht, daar zijn alle bedragen financiers, de ontvangen bedragen van klanten, dus aan de Belastingdienst af te dragen BTW en van de Belastingdienst te ontvangen BTW, allemaal inclusief BTW. Waarom neem je op het liquiditeitsoverzicht de BTW mee? Omdat het geld namelijk daadwerkelijk het bedrijf uitstroomt of binnenstroomt op het moment van betalen of ontvangen. Dus als jij je leverancier betaalt, dan betaal je die leverancier inclusief weer BTW. Dus de bedrag inclusief BTW stroomt jouw bedrijf uit. Dus op het liquiditeitsoverzicht zijn alle bedragen inclusief BTW. Hoe zit dat dan met de afschrijvingen? Bij de afschrijvingen reken je altijd exclusief de BTW. Dus als bijvoorbeeld de aanschafwaarde en de restwaarde inclusief BTW is gegeven, dan moet je dat eerst omrekenen naar bedragen exclusief BTW. Om dan vervolgens de afschrijvingen te kunnen berekenen. Dus is de aanschafwaarde van een auto bijvoorbeeld 150.000 euro inclusief BTW, dan moet je eerst dus ex-BTW uitrekenen om vervolgens die afschrijving correct te kunnen berekenen. Tot zover deze uitlegvideo. Top als je op het kanaal abonneert, blijf je op de hoogte van de nieuwste video's die worden gepubliceerd. En kijk eventueel ook even naar de volgende video die je hier ziet staan. Succes verder en tot de volgende keer.